Van Halsteren naar Hola in Kenia, van Erwin Akker, aflevering 23, Kenyatta-dag. Jomo Kenyatta, de eerste president van Kenia, viert vandaag zijn verjaardag en dat is 20 oktober. De meesten houden het erop dat het zijn 74ste is, maar het is volgens sommigen meer waarschijnlijk dat hij al over de 80 is. Dat men dat niet precies weet, komt omdat destijds, toen Jomo het levenslicht aanschouwde, met de burgerlijke stand nog niemand in zee ging. Het is al een echte oude man, een mzee, zoals ze hier zeggen in Swahili, maar een krassenbaas. Hij heeft een jong vrouwtje en nog een paar peuters van zoontjes, waarvan er één Uhuru heet, die overigens nu, 2014, ook president van het land is. Vanmorgen heeft hij nog een urenlange durende toespraak gehouden en vol vuur de slogan Harambe, Harambe en Motto, Motto voor actie geroepen. Ondanks het feit dat de mzee nog kras is, neemt dit niet weg dat het de man van de dag genoemd kan worden. En aan de bars en in de koffiehuizen wordt al druk politiek bedreven. Wie wordt zijn opvolger? Men is het daar niet over eens. Misschien Daniel Arap Moi, de vicepresident, of Tom Mboya. In ieder geval heerst de mening dat de eventuele tweede president toch weer een Kikuyu zal worden. Wordt het bijvoorbeeld een Luo, tot welke stam Tom Mboya behoort, dan zou het land wel eens in een onrustig wespennest kunnen veranderen. Dan zou men, zegt men, op veel plaatsen wel weer eens een tweede Mau Mau kunnen ontstaan. De Kikuyu's die er plat op gaan dat zij de kastanjes dan toch maar uit het vuur hebben gehaald om de Uhuru, de vrijheid, de onafhankelijkheid te verkrijgen, zullen zeker hun inspanningen nog wel een hele tijd beloond willen zien met een president die uit hun stam voorkomt. Ja, en de geschiedenis heeft ondertussen natuurlijk zijn beloop gehad. En na de dood van Kenyatta werd Daniel Arap Moi, iemand van de Kalenjin-stam, president, jarenlang. En vervolgens werd er weer een Kikuyu benoemd, Mwai Kibaki. En na de periode van Mwai Kibaki werd het de zoon van Jomo Kenyatta, de huidige president Uhuru Kenyatta. En dat laatste heeft voor veel onrust in het land gezorgd door de stammenstrijd die toen ontstond tussen de Luo's en de Kikuyu's. Maar goed, terug naar de tijd van toen. Kenyatta Day in Galole. Iedereen heeft natuurlijk vrij. Gisteravond was er een speciale bijeenkomst op de club. Natuurlijk behoor je daar als blanke heen te gaan. Er waren door de mannen van het Game and Wildlife Department wat gazelles en antilopen geschoten. Die had men ruwweg gegrild en hompen vlees met botten en al werden op grote schalen rondgedeeld nadat ze ruwweg waren geroosterd. Het was verre van gaar, maar het was hartig genoeg. Als een soort leeuwtje scheurden we het vlees van elkaar. De zwarten kenden het beter, zij kouden en smakten en het vet droop van hun kinnen. Velen waren reeds om 8 uur min of meer aangeschoten. De club was schaars verlicht. Het stond er vol met landrovers. Binnen hing men aan de bar, liet men zich geleidelijk vollopen met dubbele whiskies en werden we verveeld door allerlei toespraken. En ondertussen renden de ratten speels over de balken, grote lichtgrijze ratten met lange zwiepstaarten die soms maar ter nauwe nood de vogeltjes pikken konden ontwijken van de mannen die aan het dartspelen waren. Knotsen van hagedissen schoven langzaam dan weer vliegensvlug op hun prooi af, terwijl legers mieren over de toog trokken en zich verzamelden op plaatsen waar door iemand wat whisky of limonade was gemorst. Tegen 9:30 in de avond reden Wouter Jonker en ik weg en besloten we ons gezicht nog even in de social hall te laten zien, al waar een plaatselijke band muziek trachtte te produceren ter ere van de mzee en waar ook schaars wat jonge lieden aanwezig waren en in de maat van het lawaai wat op en neer dansten. 'S morgens was de gitarist nog in de werkplaats geweest om wat ijzerdraad, want zijn gitaar was kapot. Het was gebleken dat er geen stroom was in de hal en derhalve ook geen microfoon en geen licht. Maar voor de microfoon had men snel 2 accu's uit een paar landrovers gehaald. De verlichting loste men op met een paar petroleumlampen. De band had voor ieder nieuw lied bijna een kwartier nodig alvorens men wederom gestemd was. Een kerel die erbij was om wat te zingen kwam niet veel verder dan wat geprevel dat meestentijds luid overstemd werd door de instrumentale zijde. Kerels met strooien hoedjes en zaklichten in hun kontzak
zwiepten als buigzame stokken over de vloer. Vrouwvolk was nog niet opkomen dagen, dus dan danste men maar een beetje van ons kent ons en men danst daar altijd los. George, de timmerman, die al een paar weken frequent het hospitaal had bezocht en niet in staat werd geacht enige spijker recht in het hout te slaan, stond me nu een nummertje African Beat weg te geven dat de honden er geen brood van lusten. Dan had je Paultje uit de groentetuin op zijn tennisschoenen, die danste met een keurig gekleed heerschap. Paultjes vrouw was thuisgebleven en dat was overigens altijd zijn gewoonte. Kijk, en daar had je ook Buana Police Officer, keurig aangekleed in uniform, een man van Stavast die nog van geen 100 rovers bang was, als ze tenminste 300 mijl van hem vandaan waren. Hij liep driftig met zijn stokje te zwaaien en later dreef hij groepen kinderen uiteen die buiten tegen de gazen ramen van de hal als nieuwsgierige apen geklemd hingen. De band kwam nu later wat op dreef. Het geluid was verdelgend, maar men vond het heerlijk. We dachten dat we maar een fles bier moesten nemen. Maar het vocht had een temperatuur van om en nabij de 40 graden, zodat men er schielijk ziek van zou kunnen worden. Op de rode cementen vloer zwiepte men heen en weer, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, en allemaal met een hemelse glimlach om de mond. Het zweet droop hen tappelings langs de verhitte koppen, hun ogen glinsterden en vormden een fel contrast met het oogwit. En er kwam ook George, alweer een George, de districtsofficer, zo te vergelijken met wat wij een wethouder in Nederland noemen. Hij zag helemaal grijs van de hoeveelheden alcohol die hij naar binnen had gewerkt. Hij is de man van de toespraken en onmiddellijk begon hij er weer een af te steken waar niemand verder naar luisterde. Hij protesteerde hevig toen wij de social hall verlieten. De president moest toch geëerd worden en meer van dat moois, zei hij tegen ons. En we moesten toch respect hebben voor dat alles. Maar dat hadden we en we zeiden dat we moe waren. Maar voor ons was het mooi geweest. De vooravond van het feest voor Jomo was nu in volle gang. En het zou wellicht tot een uur of vier in de morgen voortduren. In de heldere maannacht reden we naar huis. Zelfs toen we alleen in onze slaapkamer onder de klamboe doken, drong het gedreun van de African Beat nog tot ons door. Steeds maar weer dezelfde klanken en cadans. Maar morgen, op de grote dag zelf, zouden er echte Afrikaanse dansen worden vertoond in Hola en Laza en wellicht dat ons zoiets meer zou imponeren. Dank u, Schijfkouter.